nog maar 100 meter en nog een paar bochtjes. En ze hebben nog steeds die voorsprong. Gaat het gebeuren? Daar komt de video aan. We hebben goud! Nederland zijn eerste Olympische sneeuwmedaille. Ze kan het niet geloven. Nicoline Sauerbrei. Ik heb nooit echt naar mijn concurrenten gekeken. Natuurlijk. Met een klein beetje gluren zo in de hoeken van je ogen. Maar ga van je eigen kracht uit. Want de concurrentie doet prima. Maar als je van je eigen kracht uit gaat en van daaruit die stappen maakt, je hebt een mooi team staan, dan denk ik dat uiteindelijk succes gegarandeerd is. Met het geval natuurlijk dat je het ene jaar lekker aan het draaien was en het andere jaar geen deuk in een pakje boter snowboarden eigenlijk. Omdat ik veel en veel te veel krachttraining had gedaan. Mega een blok beton was eigenlijk, maar totaal geen explosiviteit meer had wat ik eigenlijk wel nodig had op de piste. Dus zo met wat schaven en doen kwamen we er ook achter dat bijvoorbeeld balanscoördinatie super belangrijk is. Dus belangrijk om jezelf allemaal scherp te houden, ook op de kleine spiertjes. En al die inspanning, dat gaf uiteindelijk resultaat. Want in 2001 pakte ik mijn eerste podiumplek op de wereldbeker. Ja, en dat was zo mooi, dat was zo'n mooie bevestiging. Het besef dat je met één been op dat hoogste podium staat. Toen heb ik me wel zelf wakker geschreeuwd. Ga voor goud, dit is je moment, dit is je kans. Mezelf gek gemaakt, onderweg geschreeuwd. Alles en iedereen kon ik bij elkaar schelden. Want ik had die drive, nu moest het gebeuren. Dit was mijn kans. En uiteindelijk sta je dan in die finish area. En heb ik links van me een heel zuur kijkende Oostenrijkse. Die weer niet naar huis gingen met goud. Rechts een zwaar teleurgestelde Russische. En vervolgens sta ik in mijn eentje het feest te vieren wat we eigenlijk met het hele team hebben bereikt.